mee aan de gang ga. Christine. Nou, dan heb je in ieder geval een idee wat je met je boekje kan doen. Een leuk aandenken maken voor de demodag. Dus ik heb hier twee kitjes en daar ga ik even mee aan de slag. Zodat ik even kan laten zien wat het voordeel is van een kit. Want Stampin' Up! Heeft in het assortiment meerdere kits zitten. Ik ben intussen heel eventjes mijn bureau een beetje aan het leegmaken. Want het zijn nogal wat projecten. Het is stiekem wel een hele grote stapel. Maar Stampin' Up! Die heeft in het assortiment meerdere kits zitten. En die zijn ideaal ook om mee op vakantie te nemen. En ik heb er hier twee liggen. Dan moet ik even kijken, want ik heb hier achter mij volgens mij ook nog liggen. Ja. Ik pak het er ook even bij. Het is hier op het moment een hele grote bende omheen, omdat ik alles aan het opruimen ben. Kijk, dit is een kit. Ik zal heel eventjes laten zien. Die is ook nog helemaal nieuw. Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. En er zitten stempels in, er zit inkt in, er zit een stempelblok in. Nou, alles zit helemaal netjes verpakt. Er zit een gebruiksaanwijzing bij. En kijk, deze kit, dat is dus een kit om hele leuke cadeaudoosjes te maken. Ook leuk voor een verjaardag als je geen standaard kaartje wil geven. Je doet er wat geld in en een snoepje of een cadeaukaartje. Hartstikke leuk. Nou, hier gaan we nu niet mee aan de slag. Dan heb ik hier nog een kit. Dat is een verjaardagskalenderkit. Agenda. Iets in die trant. Dat is ook helemaal een complete kit. Dan wil je even niet uit het doosje komen. Jawel. Ook met handleiding. Een birthday card organizer. Die heb ik toevallig in elkaar gezet al. Dan zal ik hem er even bij pakken. Want ik heb hem dubbel, deze bundel of deze kit. Omdat ik... De kit had ik besteld en er zat een productiefout in. Ja, dat kan gebeuren. Maar dat lost Stampin' Up! Dus gewoon heel netjes op. Dan zul je zo de productiefout ook wel tegenkomen. Maar dit is dus die birthday calendar card kit. Het is gewoon helemaal een map. Dan kun je, hier zitten de enveloppen, heb ik hierin gedaan. Er zit een insteekvak in. Met de maanden. Dan kan je de verjaardagen opschrijven. En dan kan je de kaarten. Want er zitten ook nog eens 9 of 12 kaarten bij als ik het goed heb. Kaarten die je dan zelf kan maken. Kijk. In een aantal designs. Kijk, en hier zat mijn foutje in. Ik heb hier die hoek er nou afgeknipt. Maar eigenlijk moet die recht zijn. Maar die hoek die zat dus omgevouwen en er zaten geen gaatjes in. Nou ja, je stuurt de foto naar Stampin' Up! En het wordt gewoon heel netjes opgelost. Stampin' Up! Staat tenslotte ook wel echt voor kwaliteit. En die willen graag dat de producten goed zijn en bevallen bij iedereen. Dus ja, hartstikke handig voor inderdaad verjaardagen. Ik ben iemand, ik vergeet ze nog alles, dus ik ga deze zeker gebruiken. Ik kan ze in 100.000 agenda's zetten of op de kalender, maar daar kijk ik nooit op. En deze die ligt altijd op mijn bureau, dus die gaat zeker gebruikt worden. Dan, twee kitjes waar ik vandaag eventjes wil laten zien hoe dat je dus zo'n kaartje maakt. Ik begin met deze. De saying thanks of de creatieve set bedank je. Er zitten dus drie verschillende kaartjes zitten daar de materialen in. En die zijn dus heel simpel te maken. In de uitleg staat echt stap voor stap beschreven wat je moet doen, wat je nodig hebt voor ieder kaartje. Dus daar gaan we even mee aan de slag. Nu heb ik er al kaartjes van gemaakt, want ik heb dus van ieders heb ik al twee kaartjes gemaakt van de week. En dan kan ik nu het derde kaartje maken. Want van ieder design zitten er dus drie in. En ik heb er hier al zes gemaakt. Dan gaan we de andere drie maken. Nou ja, er zitten uiteraard ook enveloppen bij. Die leg ik even terug in het doosje samen met de kaartjes die ik al gemaakt heb. En dat zet ik even aan de kant. Want dan gaan we nu aan de slag met de drie kaartjes die ik nog kan maken uit deze kit. Even de basiskaarten erbij. En dan zal ik laten zien, want het is echt helemaal een complete kit. Dit is toevallig een kit waarbij je niet hoeft te stempelen. Er zijn ook kits waarbij je wel moet stempelen. En ik ga gewoon met de eerste kaart beginnen. Dat is toevallig ook degene die hier bovenop ligt. Confettikaart. We vouwen de kaart dubbel. Even andersom. Ik pak mijn vouwbeen erbij. Ja, Celine, ik vind het ook een hele mooie kit. Dus goed, veel plezier bij die pedicure. Ik spreek je later wel weer. Nou ja, vouwbeen erbij.
vouwglad strijken. En je kaartje blijft hartstikke mooi dicht liggen. Dan hebben we nodig, in dit geval de tekst thanks. Dit zijn de andere basiskaartjes. Ik had alles eventjes hierboven me neergelegd. Nou, hier heb ik de tekst thanks dus voor gebruikt. Maar deze set, die is in 4 talen is die. Hier heb ik dus de Nederlandse en de Duitse taal al van gebruikt. Dus ik pak heel even een nieuw vel. Want ik, ja, de Franse en de... Sorry, de Nederlandse en de Engelse taal had ik al gebruikt. Maar ja, de Duitse en de Franse taal, die zal ik niet gauw gebruiken. Dus ik ga nou voor de thanks kaart. Ik ga hem op zijn Engels maken, deze. Voilà. En dan hebben we ook nog een andere. Kijk, hier heb ik er ook al één van gebruikt. Dus we pakken even een nieuw velletje. Er zit gewoon van ieders 3 in. Dus je houdt ook nog teksten over dadelijk. Dus dat, daar kun je ook nog andere kaartjes mee maken. Of wat dan ook. Nou, you're the best. Dan pak ik deze, leg ik heel even mee in beeld. Want dan kunnen jullie ook zien hoe ik de stappen volg uit het boekje. Dan halen we even alles uit het zakje. Want wat zit er verder in het zakje bij? Dat zijn deze. Dat is een soort dimensional. Dat is een 3D-achtige sticker. Dus een soort foam die aan 2 zijden plakt. Dit zijn korte. Dit zijn dezelfde in het lang. Maar die hebben we voor een ander kaartje nodig uit deze kit. Dus die leg ik even aan de kant. Een rolletje touw. En leuke embellishments. Een beetje opaalachtig. Leg ik ook heel even aan de kant. Want die hebben we pas bij stap 3 nodig. Nou. Het kaartje leg ik even hier neer. Want die gaan we gewoon versieren. Dit is toevallig ook een kit waarbij geen stempels komen kijken. Dus dat is eigenlijk alleen maar plakken en bouwen. We plakken een stripje daar. En nog een stripje schuin eronder. Je hoeft hem echt niet helemaal vol te plakken. Dus nergens voor nodig. Pak mijn schaar erbij. Nou geef de handleiding aan. Ongeveer 24,1 centimeter. Nou ja, 24,1. Wie heeft dat bedacht? Dat komt omdat ze oorspronkelijk in inches meten. En dan is dat overgezet naar centimeters. Dus ongeveer 24 centimeter. Dan zien jullie dat ik hem hier onderaan mijn blad een beetje afmeet. Maar je ziet het hier aan de zijkant al een beetje. Er staat namelijk een meetlintje aan alle kanten op. Nou is hij hier. En aan de onderkant is hij ook nog in de millimeters. En aan de zijkanten zijn het gewoon de hele centimeters. Er zit geen millimeter verdeling in. Nou, ik heb deze dus met één kant opgeplakt. Aan de andere kant zit nog een beschermpapiertje. Die halen we eraf. Ik heb hier een vuilnisbakje op mijn bureau staan. Want anders liggen die dingen overal. Dit zijn nog rijkelijk lange. Maar je hebt er ook, die zijn een stuk korter. Dan pak ik mijn lintje. Die vouw ik in 3. Lintje, twine, net hoe je het wil noemen. En die plak ik hier gewoon op. Meer is het niet. En vervolgens plak ik dus mijn thanks op de basiskaart. Ik meet niks uit. Het is allemaal met de hand gemaakt. En ik doe het op het zicht. En als het dan op het zicht iets of wat scheef zit, dan vind ik dat mag gezien worden. Want het is tenslotte met de hand gemaakt. Als je iets met de computer hebt, wat met de computer gemaakt is, wat geprint is, dan vind ik het een heel ander verhaal. Het is allemaal zo grafisch, het is allemaal zo perfect op een locatie te zetten. Dat moet gewoon strak zijn. Maar iets wat handgemaakt is, dat mag ook gezien worden dat het handgemaakt is, vind ik zelf. En dat zul je zien met de andere kit die ik dadelijk laat zien. Dat is echt een uitdaging om die recht te krijgen. Nou, thanks. You're the best. Dat was stap 2. En dan gaan we door naar stap 3. En hier zitten 1, 2, 3, 4, 5 glimmertjes op. Dus die gaan we erop plakken. En die plakken we gewoon een beetje her en der. Rondom de tekst. Komt niet zo heel spits. Gewoon op plekken die je denkt, ja, dat is een leuke plek. Je moet ook niet te veel daarbij nadenken. Je kan ze diagonaal, je kan ze met de punt recht. Net wat je zelf wil.
En bij mij zitten ze ook niet allemaal even recht. Want zo zie je deze, die staat niet netjes op zijn punt. Deze staat weer de andere kant op een beetje scheef. Maar het is gewoon met de hand gemaakt. Dus dat maakt allemaal niet uit. Nou, dat is kaartje 1. Die hebben we al af. Dus dit is een kit zonder stempels. Dus dat gaat helemaal lekker vlot. Dat is handig. Als je even snel een kaartje nodig hebt. Maar ook heel leuk als je op vakantie iets mee wil nemen. Omdat je toch graag eventjes een creatief momentje wil hebben. Koop een kit en je kan gewoon even lekker aan de slag. Nou, het tweede kaartje pak ik de regenboog voor. Ik had net mijn dingetje al omgevouwen. Dichtleggen en even met mijn vouwbeen eroverheen. Dan wordt die vouw lekker strak. Kijk, blijft mijn kaartje ook dicht liggen. Ik leg deze, nou ja, trouwens, die kan hier ook wel blijven liggen. Ik leg dit even aan de kant, zo. Dan kunnen jullie zien hoe ik stap voor stap werk. Nou, hier zitten dadelijk, voor stap 1 hebben we 2 stukjes tekst nodig. The Just Wanted and To Say. En een stukje lint. Dus, dan pak ik mijn zwarte dingetje weer. The Just Wanted. Die zit hier. En To Say. Daar plakken we aan de achterkant ook weer een korte dimensional op. Ik weet eigenlijk niet of ze dimensionals heten. Die zeshoeken hier, die noemen ze sowieso dimensionals bij Stampin' Up. Ik ga het gewoon even opzoeken, kijken of het in de catalogus staat. Want dit zit in een kit, maar dat is dus ook gewoon los te koop. Even kijken. 4. Foam adhesive strips heten ze in de catalogus. Dat is een velletje. Moet ik even kijken. Sheets of white adhesive foam strips. Use shaker cards. That is depth and dimension. Dus die kun je voor schutkaarten en om diepte te creëren gebruiken. Er staat geen aantal op, ja, een aantal in aantal stuks, maar het is totaal 9,1 meter. En hoe meten ze dat dan, die 9,1 meter? Dit zit dan in een kitje, dat red je niet met 9,1 meter. Maar dat zijn al die lengtes zo bij elkaar opgeteld. Maar dan ben je er nog niet, want je hebt dus ook nog de buitenkant. Dat stukje is extra, dat kun je gewoon gebruiken. Dat is precies hetzelfde als hier aan de binnenkant. Dus die plakken we ook op de andere. En dan moet ik heel even spieken welke dit is. Want op de To Say, daar wil ik mijn lintje dadelijk. Nou, dit is de Just Wanted. Mijn schermpapiertje eraf. En die plakken we daar zo. Just Wanted. Nou, pak ik mijn touwtje er weer bij. Knip een stuk af van om en nabij 24 centimeter. Komt helemaal niet zo spits. Hoppakee. Touw aan de kant. En ik pak hem weer in drieën. In het midden bij elkaar. Hier haal ik mijn beschermpapiertje weer af. Mijn schutvelletje, beschermpapiertje, folietje, net hoe je het wil noemen. To say. En die plakken we hieronder. Kijk, mag wel iets hoger vind ik. Gaat er nog? Nee, jammer dan. Die laten we iets verspringen ten opzichte van die andere die we hebben. Just Wanted to Say. En dan pakken we deze weer. De Thank You gaan we nu gebruiken. En hier plakken we alleen aan de onderkant even een stripje. Kijk, dat is hier ook aangegeven. En waarom plakken we die hier nou alleen aan de onderkant? Ah, eentje is meer dan genoeg, want het plakt enorm hard. Maar omdat hij dus ook over die andere twee heen valt. Als ik hier nou nog meer van die stripjes doe. Dan loop je het risico. Of dan krijg je hem scheef. Dan krijg je laag op laag. En dat hoeft niet per se erg te zijn. Maar dan. Ik heb hem nou vastgeplakt. Dan komt hij zo te liggen. Overdreven. En dan, ja, dan ligt hij dus schuin. En zo ligt hij gewoon netjes recht op je kaart. Nou. Dan pakken we onze embellishments er weer bij. En die plakken we weer rondom de teksten.
Een 5. En het tweede kaartje is klaar. Leg ik ook weer even aan de kant. En dan gaan we door met het derde kaartje uit de kit. Vouwen we ook weer even dubbel. Met de boomfolder. Deze heeft dadelijk iets meer werk nodig. Want kijk, hier moet ik al die hartjes nog even uitdrukken. Die hartjes kan je weggooien, maar je kan ze ook bewaren. Want die kun je in een shakerkaart gebruiken. Of als jij een gekleurd stuk kaartstok hebt. Dan heb ik hier toevallig een klein stripje nog liggen van een van de inkollers. De Pebbled Path in dit geval. Kijk, als je dan een gekleurd kaartje hebt, kun je ook heel leuk gewoon die witte hartjes daarop op doen. Dus ja, je kan ze weggooien, je kan ze bewaren. Dat is uiteraard helemaal aan jou. Nou, ga ik even verder met mijn hartjes eruit halen. Want het zijn er stiekem nogal wat. Maar liefst 32 zie ik zo snel. Chip. En Christine die keek net mee. Dat is dus ook een demonstratrice uit Breda. En die hadden laatst een afgelopen weekend ook een heel leuk online evenement. Waarbij je een verjaardagskalender maakte. Nu ben ik zo druk bezig geweest met van alles en nog wat dat ik er nog niet aan toegekomen ben. Maar dat is in een. Dan maak je gebruik van de plannerstempels. Verjaardagstempels van Stampin' Up. Ik weet zo heel even niet hoe die heet. Ik heb hier zo 1, 2, 3 bij de hand. Misschien een lala. Ja. Kijk. Days to Remember heet die. Stempelset. Hartstikke leuk stempelset. En dan met een lijstje van de IKEA kan je een hele leuke verjaardagskalender maken. Ik moet er nog aan beginnen. Maar als ik hem af heb, dan zal ik hem ook zeker eens met jullie delen. Nou, hier zijn alle hartjes uit. Ik heb de hartjes ook opgeruimd aan de kant gelegd. Ik leg deze op zijn kop. Er zit een zwart randje aan de buitenkant, dus die leggen we naar beneden. En hier heb ik dus die lange adhesive strips voor. En die plak ik één aan de bovenkant. Hop. Eentje hier tussenin. Voilà. En aan de onderkant nog één. En dit is dus het laatste kaartje wat ik met deze kit maak. Want die andere kaartjes heb ik al gemaakt. En zoals je ziet, ik heb er hier één over. Plus de rand is nog over. Deze gaat bij mij gewoon in een doosje met al mijn andere plakspulletjes. Want die kun je dus nog gewoon gebruiken. Nou ja, de schermfolietjes eraf. Schutvelletjes. Oh. Hij dondert langs mijn brillenbakje. Nou, pak mijn kaartje erbij. Even kijken hoe dat hij opent. Want anders dan heb ik daar mijn kaartje op zijn kop. En deze, dat kun je zien. Kijk, links en rechts blijf je iets van de zijkant af. En dat is boven en onder precies hetzelfde. Alleen, het plakt enorm. Dus het is even ook op het oog uitmeten. En dan laten vallen. Kijk, en zo zie je, hier is hij aan de bovenkant. Heb ik iets meer ruimte als aan de onderkant. En volgens mij zit hij ook niet helemaal recht. Maar zoals ik net al zei, zelf gemaakt. Dus dat geeft helemaal niks. Hier pakken we de tekst. I appreciate you bij... Ik ga er voor een Nederlandse kaart nu. Je bent een schat, maak ik ervan. Ik pak weer een korte adhesive strip. Deze ook zijn over. Die gaan bij mij bij al mijn plakspulletjes. Hoppakee, stukje touw. Deze die hoeft
echt niet zo lang te zijn als ik net had. En dan denk ik zelfs dat hij nou nog vrij aan de, weet het, aan de vrij lange kant is. Je bent een schat. En die plakken we hier op het stuk waar dus geen hartjes zitten. Voilà. En tot slot plakken we hier dus nog een aantal embellishments op. Plakketjes, glimmertjes. Het zijn geen pailletjes. En die zijn er dus ook bij Stampin' Up in 100.000, nou 100.000 weet ik niet, maar in heel veel verschillende. Kan je er zo wel een aantal laten zien. Kijk, voilà, en het derde kaartje. Dus dan heb je in no time heb je dus drie hele leuke kaartjes gemaakt. Je bent een schat. Thanks, you're the best. And just wanted to say thank you. En dat zit dus in een kit. Je kan met de kit 9 kaartjes maken nogmaals. 3 dezelfde van ieders. En dan hou je nog adhesive strips over. Je houdt nog allerlei korte quotes over. Want ze zitten er dus in 4 talen bij. En zo kan je dus nog veel meer leuke kaartjes maken. Met spulletjes die je ook overhoudt uit je kitje. Dat was kit 1 voor vandaag. Die gaan in de doos. Even alles aan de kant leggen. Hoppakee. En dan heb ik hier nog een kit. Dat is de... Ik wil zeggen, er bleef wel eens iets hangen. De kaleidoscoop kit. Ik denk, het staat misschien aan de onderkant. Maar dat staat er dus niet op. Creatieve set Colorful Kaleidoscoop. Ook 9 kaartjes die je kan maken. Dit is een setje waar wel stempelinkt en stempels bij zitten. Dus we gaan hem even uitpakken. Ik heb natuurlijk alweer een aantal kaartjes gemaakt. Van ieders heb ik er 2 gemaakt. Sorry, moet ik het wel goed zeggen? Of heb ik ze hier allemaal van gemaakt? Nee. Dus ik heb deze. Just because you're special. En deze is helemaal een uitdaging om ze recht te plakken. Omdat ze, het papier is zo bewerkelijk en zo opengewerkt. Thank you. En de wishing you a magical birthday. Maar die is dus, die zijn zo bewerkelijk, deze kaartjes. Zo open, zo dun, zo fragiel. Dat het best een uitdaging is, kan ik je zeggen. Even kijken. Dit eruit. Kijk, en er zitten uiteraard ook weer netjes gewoon envelopjes bij. Dit is trouwens van dat chipboard wat ik in dat ene album heb gebruikt. Wat ik net in het begin niet zie. Ja, en die enveloppen, het zijn niet gewoon even kleuren enveloppen, maar de binnenkant is dus ook gewoon helemaal in detail afgewerkt. Hartstikke leuk. Nou, die gaan hierin, samen met de kaartjes die ik dus al gemaakt heb, die zetten we even aan de kant. En dan gaan we aan de slag met de 3 kaartjes die ik nog kan maken uit deze bundel. Kit. Een stempelblok, mijn stempeltjes, mijn... adhesives. En er zit bij zo'n kit, als je die dus bestelt, er zit een stemp en er zitten stempels bij. Dan heb je er ook een kleine stamping spot bij en een acrylblok om je stempels op te plakken. Nu is het zo dat ik de kleur Grey Granite, die bij deze bundel zit, heb ik ook in een grote inkpad. Dus ik laat die stamping spots, die laat ik dicht. Wat doe ik dan met die stamping spots? Als mensen nou bij mij een workshop komen volgen of mensen willen kennis maken met producten van Stampin' Up. Dan kan het zijn dat ik bijvoorbeeld in een kennismakingspakketje een leuke stempinspot doe. Dus vandaar dat ik die gewoon bewaar en dat die nog dicht blijft.
Nou, dit is ook mijn Grey Granite. Dit zijn dus de stempel of de inkpads zoals je ze kunt bestellen bij Stampin' Up. Uiteraard kun je ook de kleine stempelslots bestellen. Je kunt ze niet klein bestellen zonder kleur. Dus gewoon helemaal leeg. En je kunt ze... er is een bundeltje met beïnkte Stampin' Spots. Die kun je ook heel makkelijk vullen met de re-inkt, met de refills van de inkt. Maar daar gaan we een andere keer, denk ik, op in. Nou, ook hier weer een handleiding erbij. En die gaan we gewoon weer netjes volgen. Even een klein beetje plaats maken. Dat is wel als je bezig bent met opruimen en doen. En je hebt je hele kamer vol liggen. Nou ja, dan is het gewoon een bende. Hoort erbij. Maakt allemaal niet uit. Nou, die eruit. Het zeshoekje. Want die hebben we met dit kaartje nodig. Dan pak ik de stempeltjes en hier gaan we de stempel thank you, thank you, thank you op stempelen. Nou, dan pak ik mijn acrylblok erbij. Er zit altijd twee velletjes om je stempels, om ze te beschermen. Dan kun je ze ook gewoon weer op terugplakken. Ik laat mijn stempel erop vallen. Als je nou een stempel hebt met een enkele rij tekst, ze zijn heel buigbaar. Dus dan krijg je een uit te rekken. Dus dan heb je de kans dat je dus je tekst in een halve cirkel of in een slinger hebt staan. Dan leg je de stempel met de kant waar dus het relief in zit, die leg je op het papier en je pakt hem met je acrylblok op en dan zit die ook vast. Nou, dan pakken we de inkt erbij en dan gaan we stempelen. Je hoeft niet keihard in die inkt te duwen, echt helemaal niet. Wat je doet, je legt eigenlijk gewoon je stempel op je inkt. Je tikt er een keer zachtjes tegenaan en je stempel is voldoende ingeïnkt. Dan leg je je stempel op je papier, je houdt hem erboven. Dat is het voordeel dat het transparant is. En je legt hem op je papier en je drukt hem af. Niet keihard duwen, gewoon heel eventjes met een paar vingers. Als je een grotere stempel hebt, dan doe je het even in fases met je vingers eroverheen. En je stempel staat. Meer hoef je niet te doen. Ik zie ooit mensen die zijn aan het stempelen en die zijn echt met haar stempel op de inkt. En dan, daarmee maak je dus heel snel je inktpads kapot. Zonde. Nergens voor nodig. Nou, ik maak mijn inktpad tussendoor altijd dicht, want ik ben zo iemand op de een of andere manier weet ik altijd in de inkt te gaan hangen. Die leggen we even aan de kant, want die hebben we bij het volgende kaartje pas weer nodig. Deze leg ik ook heel eventjes opzij. Samen met de stempel. En dan ga ik de spulletjes pakken om mijn kaart op te bouwen. We beginnen dadelijk met de donkerblauwe kaart en het groenige. Bewerkte velletje. Ik weet heel even niet welke kleur van Stampin' Up dat is. Deze. Volgens mij heb ik die inkpad heb ik niet. Ik ga heel even spieken ondertussen. Nee, ik durf het even niet te zeggen welke kleur het is. Maakt niet zo heel veel uit. Nou, die hebben we gevouwen met het vouwbeen. Deze leggen we ondersteboven. En we pakken onze adhesives erbij. Kijk, zoals je ziet, dit is een groter vel. En wat we doen is aan alle kanten, alle vier de kanten, één stripje plakken. En nee, die komen niet tot aan de hoeken, is ook nergens voor nodig. Want het plakt zo goed, vast is vast en meer is daar ook niet voor nodig. Zoals je zag, ik wil eerst de bovenkant doen, maar ik bedacht me, omdat als ik de bovenkant wil doen, dan moet ik volledig in beeld komen te hangen. En dan zien jullie mooi mijn haren in beeld. Niet dat dat zo'n heel grote ramp is, maar... Als ik hem gewoon eventjes draai, dan gebeurt er niet. Dan hebben we dat probleem niet.
Kijk, oh, deze zit niet recht. Hier is het wel, omdat de randjes en de zijkanten ook zo smal zijn, is het wel belangrijk dat je een klein beetje recht houdt. Want anders dan komt je plakstrip dadelijk aan de andere kant zichtbaar eronder uit. En dat is ook zonde. Nou. Dit zijn dus de dimensionals, de zeshoekige plakketjes. En die plakken we hier op een aantal punten van de ster. Zodat die net wat meer draagkracht heeft. Het is niet per se noodzakelijk, maar het is wel fijn om dat even te doen. Ja, dit zijn dus van die hele kleine schutvelletjes. En die, als ik die niet meteen opruim, dan liggen ze inderdaad echt overal. Hoppakee. Nou, dan halen we hier de lange schutvellen vanaf. Kom op. Yes, daar gaan we. Hij wou even niet. Dan nog maar meer eigenwijs. Ik merk ook dat die adhesive strips uit deze kit, die zijn anders qua structuur als die uit de kit die ik net had. Deze zijn een stuk stugger, zeg maar. Nou komt het moeilijke. Dit is ook echt het allermoeilijkste uit heel die kit. En dat is het uitlijnen. Omdat je er dus overal al dimensionals op hebt, plakt die. En het zijn zo'n fijn gesneden materialen is het. Kijk, ik zie dat ik al in beeld hang. Dat het vrij lastig is om hem helemaal netjes recht. Deze zit ook iets of wat scheef. Maar ja, zoals ik net al zei, het is en blijft handgemaakt. Dus dat mag gerust gezien worden. Nou, dan de volgende stap is het plakken van metalen rondjes rondom het midden. Van de grote punten doen we dat. Dus we hebben grote en kleine punten. En we doen het alleen op de grote punten. Nou, kom op eraf jij. Zes. Zo. Hier is mijn thank you. Die draaien we even om. En dan doen we ook een paar dimensionals op. Twee is hier ook meer dan genoeg. Schutvelletjes eraf. Plakken. En klaar. Klaar is je kaartje. Dat was kaartje 1. Gaan we door naar kaartje 2. Even mijn papiertje hervouwen. Dat is het grijze kaartje. Ik zal hem ook weer iets wat in beeld laten liggen, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat werkt en hoe ik te werk ga. Dan pak ik uit mijn papiertjes, die er nog bij zitten, een labeltje. Want we willen de Just Because You're Special. Dacht ik een vlieg worden. En daarachter een donkerblauw labeltje. Nou, deze die is inmiddels opgedroogd. Dus wat doe ik? Ik haal hier een plastic beschermfolietje weer af. En ik plak deze terug op het vel. Nou, de Just Because You Are Special. Die leg ik op mijn acrylblok en die zit vast. Stempeling er weer bij. Inkten. En afdrukken. Voilà. Hier pet weer even dicht. Ik pak mijn chamois erbij. Het is eigenlijk gewoon een soort foompje. Hartstikke fijn om je stempels mee schoon te maken. En hier ook, je ziet daar allerlei afdrukken van andere stempels in. Dat geeft helemaal niks. Je gooit hem gewoon een keer mee in de wasmachine en hij is weer schoon. Nou, deze aan de kant kan hij ook weer eventjes een beetje opdrogen. Dan pakken we deze erbij.
En daar gaan we dus ook de adhesive strips weer op plakken. Hier moeten er ook 4 op. 1, 2, 3 en 4. En dan plak ik in het hart van deze sterren, ik noem het even sterren, plak ik een dimensional. Die is dadelijk aan de voorkant zichtbaar, maar daar plakken we dus die gouden rondjes nog op die we net ook hadden. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien, maar je ziet hier dus een dimensional erheen komen. Geeft helemaal niks. Nou, schutvelletjes er allemaal af. Ze blijven heerlijk aan mijn vingers hangen soms, dan zijn ze zo statisch. De laatste. Ja, komt u maar. Die plaatsen we op de kaart. Die lijnen we. Ik ga weer heel even een beetje in beeld hangen. Sorry mensen. Die lijnen we ook weer een klein beetje uit met de achtergrond. En hij zit vast. We pakken weer 3 steentjes. Gebruik nou, zie ik, een iets andere volgorde als op de handleiding staat. Want ik ga nu naar stap 4 en daarna moet ik stap 3 nog doen. Maar dat geeft helemaal niks. Dat kan allemaal. 2. Kom. Ja. Zo. En 3. Dan plak ik onder de blauwe plak ik 2 dimensionals. Het zijn trouwens de mini dimensionals. Er zijn ook nog grotere. En ze zijn er in het zwart. Die plak ik hier. Voilà. En dan pak ik mijn glue dots. Die zitten normaal op een rolletje, maar in de kit zitten ze dus op een velletje. Dus ook gewoon een dubbelzijdig tape plakbandje. En die hebben verder geen hoogteverschil. Er zit geen schuim, het is gewoon echt een dubbel, een plakrondje, meer is het niet. Zo, just because you're so special. En dat is kaartje 2, ook weer af. En dan gaan we door naar het derde kaartje. En het tevens laatste kaartje uit de kit. Even dubbelvouwen. Zo. Daarvoor hebben we nodig een roze elementje. En een gouden elementje. En zoals je net zag op het velletje wat ik weglegde en dit velletje. Kijk, hier hebben we nog een zeshoek over. En hier hebben we nog een roze en een witte over. Die kun je dus nog gewoon bewaren. En eventueel gebruiken op andere kaartjes. Nou, deze stempel die is inmiddels ook alweer afgedroogd. Afgedroogd, gewoon opgedroogd. Die leggen we weg. En dan gaan we voor de Wishing You a Magical Birthday. Inkpad open. Inkten. En afdrukken. Zo. Inkpad weer dicht. Ik leg hem gelijk bij mij bij de andere inkpads in de la. Voilà. De stempel gelijk even schoonmaken. En aan de kant. En dan gaan we plakken. Ook hier weer. Aan alle 4 de zijden een stripje. Twee.
die nog los, zie je? Zat niet helemaal goed. Dan zit die ook nog niet goed. Hij wil niet, hij wil niet. Zo, nou wel. Nummer 3. Even buiten beeld te werken, zie ik. En de laatste. Nou, hier dus ook een aantal strips over, die ook gewoon weer gebruikt kunnen worden in andere projecten. Zo. In het midden plak ik ook nog heel even een mini dimensional. Want ook daar komt dadelijk weer zo'n goudkleurig plakkertje overheen. Een embellishment. En de laatste. Zo. En nou zie ik dat ik hem dus verkeerd om heb geplakt. Want het was de bedoeling dat hij zo uitgelijnd zou worden. Dat zie je ook op deze. Nee, ik heb hem niet expres verkeerd om geplakt. Kijk. Kan gebeuren. Maar omdat de achtergrondfiguur dus symmetrisch is. Ook niet helemaal, maar... Nou, kom op los. Ik ga heel even vol in beeld hangen om hem er recht op te doen. Want ik wil jullie laten zien. Ik heb het nou dan fout gedaan. Maar dit geeft dus ook wel weer een heel leuk effect. Door hem dus de andere kant op schuin. En omdat het dus allemaal symmetrisch is, komt het ook gewoon uit. Toch twee, ondanks dat je één dingetje eigenlijk wijzigt, heb je twee compleet verschillende kaartjes. En dat is ook wel grappig. Nou, dan pak ik mijn glue dots erbij. En die plakken we op het gouden stripje aan de achterkant. Schutpapiertje eraf. Hier plakken. En tot slot de wishing you a magical birthday. 1 en 2. Ook hier weer de schutvelletjes af. Hop. Die erop. Een goud plaksteentje in het midden. En de kaart is klaar. En zo zie je, door een klein foutje krijg je gelijk een compleet andere kaart. Maar die is ook nog hartstikke leuk. Ja, nou, dat was die weer voor vandaag. Nu dus 3 kaartjes gemaakt. In de tweede kit, wishing you a magical birthday. Just because you're so special to me and thank you, thank you, thank you. Dat was hij dus weer. Wil jij nou zelf ook tijdens de vakantie lekker creatief zijn? Er zijn verschillende kits beschikbaar bij Stampin' Up. Je kan ze zelf bestellen. Dan zou ik het fijn vinden en leuk vinden als je mij als demonstratrice aanvinkt. Of je bestelt bij mij via e-mail of WhatsApp of een DM. Dan kan ik de kit ook voor je bestellen en dan komt die ook naar jou toe. En dan bespaar je ook nog eens op de verzendkosten. Het is niet veel wat je bespaart, maar alle beetjes in deze tijden helpen. Verder wil ik je allemaal een heel fijn weekend wensen. Dankjewel voor het kijken en als er nog vragen zijn, jullie weten mij te vinden. Doei doei allemaal!